virtuoos in het fluiten, dat is Max Boyski, bekend zanger van het blije levenslied uit echte koffielanden. Max Boyski fluit terwille van het geld dat hij ermee verdient. Ook u heeft straks alle reden om te fluiten vanwege het geld dat u dan heeft verdiend. Geld verdienen? Mijn idee. Haar idee. Beslist ook uw idee. Uw idee van een nieuw koffiemerk dat het meteen doet. En het hoe langer hoe beter doet. Inderdaad. Idee Koffie blijkt vanaf de introductie in Nederland een steeds groeiend succes. Niet zomaar een nieuw koffiemerk. Geen eendagsvlieg. Een hoogvlieger. Natuurlijk, er zijn genoeg goede koffiemerken in de handel. Maar Idee Koffie is anders dan gewone koffie. Idee Koffie is heel bijzonder. Een nieuw koffiemerk dat voor het eerst volledig in een oude wens van heel veel van uw cliënten voorziet. Van heel veel cliënten die geen gewone koffie kunnen verdragen, bijvoorbeeld wegens maag- en galklachten. Zij kunnen nu veilig van echte, verrukkelijke koffie met vol exquis aroma genieten. Idee Koffie is 100% zuivere koffie, waaruit op natuurlijke wijze vele schadelijke bestanddelen zijn verwijderd. De opwekkende cafeïne bleef behouden. Van opwekkend gesproken, de winstmarge. Uw winstmarge, verblijdend ongewoon. En ongewoon verblijdend, een ideale verrassing. U hoorde nu weer Max Boyski. Oorspronkelijk wilden wij u deze keer laten luisteren naar de feestelijke fluitsolo van een van uw collega's die reeds langere tijd Idee Koffie verkoopt. Maar dat mocht niet van de vakgroep beroepsfluiters. Hé, kan Boyski ook rinkelen? Knap hoor. Wat u thans hoorde rinkelen was niet Max Boyski, maar een kasregister. Ergens in Nederland. Onder welke vakgroep valt dit? Onder geen enkele. Iedere detailist die Idee Koffie verkoopt, kan dit geluid vrijuit en veelvuldig produceren. Vast geen drie stuivers, opera. Mijn idee.